Power, Daan. En een prachtige goal van Thomasson weer. Applaus ook van de bank van Feyenoord voor hem. En ineens gooit hij alle schroom van zich af. Zijn eerste goal was al belangrijk. En deze is heel mooi. Jondal Thomasson. Kracht komt Feyenoord weg. Leonardo. Oh, wat een actie. Thomasson. 3 van Feyenoord tegen Grim. Wie maakt hem? Thomasson gaat het doen. Wedstrijd beslist. 4-2 Feyenoord. En het komt Feyenoord toe. Het domineert de tweede helft. Het komt Feyenoord toe omdat het maken van een goal belangrijker bleef vinden dan het voorkomen van tegentreffers. En dat wordt hier vorstelijk uitbetaald. Kom mee, zegt Thomasson. Misschien heb ik je nodig. Misschien kan ik het zelf af. Hij kan het zelf af. Het is Ajax 2, Feyenoord 4 en dik verdiend. Strijd in deze wedstrijd en fout ook. Hier en daar, zoals deze van Changai. Thomasson, aangespeeld door Kalou. Thomasson! Ja! De fout van Changai wordt duur betaald. Thomasson 2-1. Ja, ja, ja. Het begint te komen. Kalou. Tegen Broers. Broers is gezien. De gelijkmaker is daar. Het is weer Jondal Thomasson. Die de bal bij de eerste paal kan binnenkoppen. Misschien was het wel zo dat voorsprong van NAC nodig was om Feyenoord wat van de zenuw af te helpen. De voorzet van Kalou is goed. De afwerking van Thomasson dik in orde. Hij scoorde vorige week tegen NAC en nu weer. Van Bronckhorst, Biseswar, Makai, Wijnaldum en daar is Jondal Thomasson. Is die onderweg naar 0-2? Dinsdag is te laat en deze is prachtig. Het lijkt einde wedstrijd. Nu maakt hij een uitermate belangrijke voor Feyenoord. Met daaraan voorafgaand misschien wel de beste actie van Wijnaldum in de hele wedstrijd. Om die bal gewoon eens in één keer te spelen. Hoe hij het afmaakt is prachtig. Feyenoord groepje op de tribune is dolgelukkig met deze nieuwe kans zeker. Oh, die zit erin. Ja, die zit erin. Thomasson 2-1. Waarom zou je treuren? Is de gedachte bij Feyenoord geweest in die tweede helft. Boom, raak. Thomasson heeft geen centje bedenktijd. Hij schiet behoorlijk in. Kalou, wel goed gedaan. Thomasson, daar is Grim en Grim is in ieder geval bijna spelbreker. Maar dan maakt hij toch een onmogelijk doelpunt. Jondal Thomasson. Ja, de paas van Kalou is uitstekend. Thomasson ziet het gat en de ruimte. Grim denkt zijn werk naar behoren te hebben gedaan. En dan levert Jondal Thomasson dit huzarenstukje. Bono. Van Hooijdonk doet niets. En Thomasson mag door en scoort. Het is 3-1 voor Feyenoord. Het afscheid van Jondal Thomasson. Zijn 5e Europese goal, een doelpunt in een Europese finale van Hooijdonk, doet niets. Daardoor mag Thomasson verder en die rondt het onberispelijk af.